En ook zware regenval en overstromingen afgelopen weekend op Curaçao. Vooral op het westelijk deel van het eiland. Daar ligt natuurpark Hoffie Mango van acteur en comedian Jandino Asparaat. Correspondent Dick Draaier ging er met hem naartoe. Dit is wat er hier was. Maar, en dit was prachtig. Het was eigenlijk een beek gevormd met die stenen. Het is helemaal weg. Dit was zo mooi. Oh. Jandino zegde een aantal optredens af en nam het eerste vliegtuig naar Curaçao. Wat er nu is gebeurd is dat er een dam is gebroken. En hij neemt alles in zijn weg mee. En het wordt alleen maar, het is een soort van graafmachine. En heeft alles zeg maar weggevaagd, de hele infrastructuur. Hoffie Mango is een natuurpark waar mensen leren wat de natuur hen kan geven. Hoffie betekende zoveel. Mensen kwamen hier, die waren in tranen, hoe mooi het was. Mensen waren trots. Dat allemaal Curaçaoënaren hier bij elkaar aan het werken waren. Toch beseft Jandino dat tranen de wederopbouw van het park niet gaan helpen. De tijd van tranen is geweest en nu is het actie. Dat is wat er gaat gebeuren. In Mexico zijn 3 toeristen vermoord door dieven die de wielen van hun auto probeerden te stelen. De 2 Australiërs.